Dank u wel, president. Het punt van orde is dat meerdere leden van RVM in quarantaine waren. En we horen net dat er nog minstens 2 ministers positief zijn getest. Is dit waar? En zo ja, in hoeverre is er al contacttracing gedaan met die 2 ministers? Is dit ook een ordevoorstel? Jawel, jawel. Omdat wij zien dat de president, de VP en enkele ministers hier in de vergadering zijn. In hoeverre is het verantwoord? Wat is de garantie dat we niet personeel en leden van DNA blootstellen aan besmetting met COVID-19? Het resultaat is ondertussen al binnen en alle leden die hier, u hier zien zijn negatief getest. Voorzitter. President, u heeft het woord. Mijn punt van orde, voorzitter, is vanwege een zeer delicate zaak en van vertrouwelijke aard wil ik u een schorsing vragen om een informatie van zeer gewichtige aard met u en de president te delen. Het is niet van die aard dat ik het publiekelijk hier bekend maak. Ik schors de vergadering voor eigen ogen. Wat er precies gebeurd is, dat onderzoeken we nog even, meneer de voorzitter. Maar de minister van Justitie en Politie, Amoksi, die had het bericht negatief eerder gehad. En later kreeg hij te horen dat het positief was. Dus we onderzoeken waar eigenlijk die communicatiestoornis precies geweest is. En dat is de reden geweest, namelijk dat we direct gezegd hebben dat hij de zaal moest verlaten. Zijn zitting, zijn tafel, zijn desk en stoelen zijn direct ook ontsmet. En in principe zeggen deskundigen, met een afnemen van COVID-bepalingen zou u verder dan de inrichting van de vergadering kunnen bepalen. Maar wij volgen uw instructie, wat u precies gaat doen. Maar dit is de informatie. Dus op dit moment is de heer Amoksi nogmaals. Hij is asymptomatisch, dat wil zeggen hij heeft geen symptomen. Hij is niet ziek. Trouwens, alle andere ministers die getest zijn, met uitzondering van minister Pokki, die zijn allemaal asymptomatisch. Ze zijn ook niet ziek. Maar goed, rules en procedures is minister Amoksi voor isolatie op dit moment geplaatst. In het parlement hebben we protocollen en we willen die blijven naleven. Dus we denken dat we die vergadering gaan verdagen. Maar voorzitter, laten we wat dit betreft niet makkelijk overeen gaan. De informatie wat ik geef is nu hard. Meneer Amoksi moest wachten op zijn resultaat. Meneer Amoksi is toch hier naartoe gekomen. En het resultaat is dat hij positief getest is. Kortom, een heel onverantwoorde daad van de minister. Om zichzelf niet alleen, maar ook de medemens hier in gevaar te brengen. Nee, voorzitter. Nee. Lid Parmessar, wij gaan dat niet doen met elkaar. We hebben een duidelijke understanding. We gaan die vergadering verdagen. Mag ik de griffier vragen om de president uit te leggen? Nee, lid Parmessar, dat ga ik niet toestaan. Ik ga u eruit zetten, ja? Oké. Oké, ik ga u eruit zetten. Ja. Ja. Politie, ik vraag u om lid Parmessar naar buiten te begeleiden. Dit gaan we niet accepteren. Dit gaan we niet accepteren. Ja. Ja. Ik schors de vergadering.